Hoi, ik ben Danielle en dit filmpje gaat over oedeem. Oedeem is een ophoping van vocht in het weefsel, meest bekend van vocht in de enkels en vocht achter de longen. Dat heeft allemaal te maken met de haarvaten, oftewel capillaire, de arteriën en de venen. Ook in een normale situatie treedt vocht uit de bloedvaten, om vervolgens weer teruggeresorbeerd te worden of via het lymfesysteem weggevoerd te worden. Als deze balans verstoord is, dan blijft er te veel vocht in de weefsels achter, waardoor oedeem ontstaat. De krachten die hiermee te maken hebben zijn de hydrostatische druk, oftewel de bloeddruk, die vocht uit de bloedbaan perst, en de osmotische druk, die het vocht juist weer terughaalt naar de bloedbaan toe. In onze arteriën is de bloeddruk hoger dan in de venen. Dat is de hydrostatische druk en die loopt dus van hoog naar laag. De osmotische druk, ook wel colloïd-osmotische druk genoemd, is constant. Dat is namelijk de kracht van osmose door de plasma-eiwitten die in het bloed zitten. Met name albumine. Eiwitten gaan niet het bloedvat uit, dus de druk zal constant blijven. Als de hydrostatische druk groter is dan de osmotische druk, dan zal het vocht uit de bloedvaten geperst worden. Dat heet filtratie. Na de haarvaten daalt de hydrostatische druk, waardoor de osmotische druk groter is dan de hydrostatische druk. En wordt dus het vocht weer teruggehaald naar het bloedvat. En dat heet resorptie. Als deze balans verandert, kan er oedeem ontstaan. Het kan op verschillende manieren. 1. Bij een verhoogde veneuze hydrostatische druk is de bloeddruk in de venen hoger. Dus zal het verschil tussen de osmotische druk en de hydrostatische druk kleiner zijn. Oftewel, er is minder kracht om het vocht weer terug te halen. 2. Bij een verminderde osmotische druk van het plasma zijn er minder eiwitten aanwezig in het bloed. Hierdoor wordt de osmotische druk minder. Ook hierdoor zal het verschil tussen de osmotische druk en hydrostatische druk kleiner worden. Dus is er hier ook minder kracht om het vocht terug te halen. 3. Bij een verstoorde lymfeafvoer worden de restjes vloeistof niet afgevoerd. In totaal zorgt het lymfesysteem voor ongeveer 1,5 liter water terughalen per dag. Dus er kan toch oplopen als daar iets mis mee is. En zo voor te veel vocht in het weefsel zorgen. Bijvoorbeeld na tumoren, na operaties of bij een chronische ontsteking rondom de lymfeklieren. En 4. Bij een verhoogde permeabiliteit van de bloedvaten. Dit gebeurt in een ontstekingsreactie of een allergiereactie door het stofje histamine. Hierdoor kunnen grotere moleculen het bloedvat uit, waaronder de plasma-eiwitten. Hierdoor wordt de osmotische druk in het bloed dus kleiner en in de weefsels juist groter. Hierdoor zal er meer vocht in de weefsels blijven staan. En dit gebeurt bijvoorbeeld bij een anafylactische reactie, astma en hooikoorts. Er bestaan verschillende soorten oedeem. Het vocht kan zakken met de zwaartekracht, waardoor je dus enkel oedeem krijgt. Of als je op bed ligt, dat het naar je stuitje gaat. En als je dan in de huid duwt, kun je er putjes in duwen. Daarom wordt het ook wel pitting-oedeem genoemd. Ook kan het vocht in de peritoneale holte gaan zitten. Dan heet het ascites. Dit zie je bij tumoren zoals het ovariumcarcinoom en bijvoorbeeld bij levercirrose. Als er te veel vocht in de pleuraholte zit, dan heet het pleurale effusie. Dat komt meestal door hartfalen. Je hebt geleerd over oedeem, hoe het ontstaat en waar het toe kan leiden. Je kent begrippen als hydrostatische druk en osmotische druk en je weet hoe zij samen zorgen voor de vloeistofbalans in de bloedvaten. Bedankt voor het kijken!